Wat ik zag in een aantal dingen, we hebben in balbezit meer kunnen betekenen dan tegen Ajax. Dat haal ik eruit. Maar ik moet dan wel even een paar uitroeptekens bij ons verdedigende dingen zetten. Want dat vind ik gewoon veel te makkelijk. Naïef ook? Ja, ik vind het ook naïef. Alhoewel, aan de eerste goal kan de ploeg van Joop Gall niet zo heel veel doen. De strafschop wordt benut door Leroy Fer. Ja, het is wel wat vroeg in de wedstrijd, al in de 6e minuut. Dit is amper een kwartier later. Veel te gemakkelijk verdedigd natuurlijk. Het is Gyasi die mag schieten. En de 0-2 binnenschiet. En dan hebben we pas 20 minuten gespeeld. Tegen Ajax was het binnen een half uur 0-3. En dat gebeurt nu weer. Kijk eens hoe gemakkelijk op de achterlijn Chadli de actie mag maken. De voorzet opnieuw richting Gyasi. En dan is het 0-3. En dat ziet ook de assistent-trainer van FC Twente, Jurie Mulder. Emmen speelde best aardig in balbezit. En in de tweede helft scoort de ploeg zelfs. Het is Wout Weghorst die goed voor zijn man komt. Na de voorzet van Mamedov, maar de goal wordt afgekeurd om onbegrijpelijke redenen. Ja, ik weet het ook niet. Ja, ik telde hem ook al. Nee, en de scheids wees volgens mij eerst ook naar de middenstip. Maar ja, die grensrechter die zegt van je duwt hem weg. Nou ja, goed, ja, je weet, er wordt natuurlijk wat getrokken van beide kanten. Maar ja, ik was zelf ook in de veronderstelling van ja, een zuiver doelpunt. En ik hoorde net ook al volgens mij dat het gewoon een zuiver doelpunt was. Dus ja, daar bal ik wel ontzettend van. Ja. Een ballende Weghorst, maar hij viel wel goed in. Ook goed speelde Anmar Almubaraki, de aanvallende middenvelder. Dit is minder. In de 55e minuut scoort Dusan Tadic. Weer heel gemakkelijk de 0-4. De 0-5 komt van Kelvin Meinaat. Het is fraai. Het is wel in eigen goal, zijn tweede. Want ook vorige week deed hij datzelfde tegen Ajax. 0-5 zal ook de eindstand worden. Maar de wedstrijd eindigt niet met 11-11. Want dit doet Leroy Fer tegen Almubaraki. Hij moet eraf met direct rood. Maar Twente wint wel van Emmen met 0-5.